Hey allemaal, welkom bij een nieuwe serie. Zoals jullie zien, zit ik in de My Sims. Als jullie niet weten wat My Sims is, dan moeten jullie vooral deze hele serie kijken, want dan zien jullie wel wat het is. Laat ik ten eerste klikken op nieuw spel. Leeg vak. Oh, de stopnaam. Wat gaan we doen? My Sims, nee. Oh. Villa Dodo. Villa Dodo. Nee. Zo dom, hè? Oh, Somalia. Ja, Somalia. Mooi. Hallo daar, ik ben burgemeester Rosalipe Maaschalk. Ik wil je graag het verhaal van mijn stad vertellen als je even tijd hebt. Het is een unieke stad, eerlijk gezegd. Zo was Somalia vroeger levendig, met een eigen persoonlijkheid en vol gelukkige zins. Alles in de stad was uniek en precies afgestemd op de verschillende interesses van de Sims die hier woonden. Allemaal dankzij een bijzondere inwoner die extracten gebruikte om allerlei geweldige dingen te bouwen. Maar op een dag vertrok de beroemde bouwer van Somalia op een mysterieuze reis. En daarna veranderde de stad langzaam. Sims begonnen weg te trekken. Maar ik heb gehoord dat er nog iemand is die kan bouwen met extracten. Blijkbaar komen diegenen naar Somalia om ons te helpen. Ik kan haast niet wachten. Ik heb gehoord dat ze misschien met de volgende trein komen. Ik vraag me af hoe ze eruit zien. That's the question. Oké. Wij zijn dus diegenen. Oh mijn god. Ja, ik weet hoe dit moet, Sims. Maar je zegt, ja, zo. Bad boy. Oké, eens laten we maar eerst je haar doen. Hoe draai je dit? Oké, ik had de uitleg moeten bereiken. Ik weet het. Hoe moet dit? Ik heb het lang niet meer gedaan. Oh, ik weet het. Ik heb het al. Hé, Ruby, ha. Maar goed. Deze is best cute. Oh, ik neem deze. Haarkleur, wat blond. Ja. Laten we even ogen doen. Ik ga hem zo cute mogelijk maken. Nah. De bruine oogjes. We kunnen moeten, ja, deze. Kleding. Cute. Niet cute. Moi. Niet cute. Dus, die is wel cute. Die is wel cute. Welke zou ik nou nemen, jongens? Pas bij ja. Ach, laten we deze doen. Dus ik krijg sproetjes en. Snorhaartjes, want dit vind ik schattig. Ik weet wel snorhaartjes zijn. Kijk, ik weet al hoe ik haar ga noemen. Sandy. Ja. Het is Sandy. Oh god, ik vind die snorraad zo lief. Ja. Welkom in Somalia. Laten we naar het stadhuis gaan en burgemeester Rosalie vertellen dat je er bent. Oh, hallo daar. Goedendag. Kan het misschien wat sneller? Oh nee, emo. Niks tegen emo's of zo, hè? Maar. Zeg het maar. Wauw, wat heb ik dit lang niet meer gezien? Oké. Dit is het stadhuis. Daar is burgemeester Rosalie vaak te vinden. Laten we gedag gaan zeggen.
Beweeg je sim door de rechtermuisknop vast te houden en met de muis te slepen. Je kunt ook de WASD-toetsen op het toetsenbord gebruiken. Om voorwerpen te gebruiken en met andere sims te praten, klik je op de linker muisknop. Daarmee selecteer je hen en de gewilde actie. Gebruik de Q en de E-toetsen om de camera naar links en rechts te bewegen. Gebruik de R en de F-toetsen om de camera in en uit te zoomen. Oké. Ja, oké. Oké. Hallo daar. Burgemeester. Soesoe. Nee. Ons daar, Sinini is welkom in Somalia. We zijn heel blij dat u wil komen helpen met het opbouwen van de stad. Heb je het inschrijfformulier ingevuld? Dat heb ik nodig voordat je hier kunt gaan wonen. Formulier geven. Tips. Je hebt je tips. Fantastisch, heerlijk papierwerk. Ik ben echt dol op papierwerk. Dit ziet er geweldig uit. Oké. Ik kan niet wachten tot je me gaat helpen. Ik heb gehoord dat je erg goed bent in de opbouwing van de stad. Laten we niet te hard van stapel lopen. Je bent vast moe. Ik zal je een nieuw huis laten zien. Volg mij. Zo. Oh, ik moet dus aflopen. Verder laten. Nou, dit is Somalia. Zoals je ziet is het een aardig verwaarloosde stad, zoals je met weinig inwoners. Maar nu ben jij er. Ik weet zeker dat jij het stadje raarsnel weer kan opknappen. Laten we naar je huis gaan kijken. Oh ja, ik wil jullie wat zeggen. Ik had net een nieuw opneemprogramma gevonden. Maar mijn Sims crash is daar redelijk door. Dus ik ben maar weer gewoon verder gegaan met Screencastle natuurlijk. Sorry. Oh. Ik weet wat er is gebeurd. Ik heb geen huis. Wat? Oh nee! Er staat helemaal geen huis. Dat is gênant. Je bent een goede bouwer. Dus laten we je huis bouwen. En ik ben er weer als ik klaar ben met het huis. Dus. Tot zo. Maar dat wil ik niet al doen. Dat wil ik verwacht ik wel een beetje steun. Natuurlijk. Daar ben ik Ik heb altijd op steun kunnen en ik heb het huis opgemaakt. En dit is het resultaat. Ik ben niet de beste in het bouwen in My Sims. Maar het is iets. Oh, ik moet de deur nog een andere kleur geven. Even doen. Ja. En dan klik ik hem wel op klaar. Wauw, wat een huis. Je bent echt een getalenteerde bouwer. Wauw, ik heb een huiskind omgezet. Ik hoor dat jouw talent het gebruiken van extracten is. Dat kan niet iedereen. Extracten zijn overal te vinden en kunnen door Sims gebruikt worden bij het bouwen van dingen. Laten we de stadstuin gaan bekijken en de extracten in actie doen. Hier zijn wat rode appelextracten. Die kun je in de grond planten om meer rode appelbomen te laten groeien. Zoek 10 rode appels en kom naar het stadhuis. Ik heb iets leuks voor je in petto. Oké. Ja, ik weet hoe dat moet. Oh nee, ik heb die stem niet veranderd. Ik heb een hele leuke stem. Shit. Ach ja. Elk valt er mee. Dat is wel leuk. Oh, die gaan we even water geven. Tja. Ja, precies. Nee, niet bemesten. Nee, niet bemesten. Goed zo. Nee, die planten. Oké, hoeveel appels heb ik al? Nee. Ik weet hoeveel appels ik heb. Zeker, moet ik er nog 3. Zo. Water geven.
Nee. Ja, laat me snel voor deze pakken. Ik ga snel naar het stadhuis. Geweldig, 10 lekkere rode appels. Ik weet precies wat we met extra moeten doen. We bouwen er straks iets mee voor in het stadhuis. Hey, weet je dat we een bedplaats gebouwd hebben waar je kunt wekken? Ik zal het even zien. Laat zien. Volg mij. Oké, dan moet je wel gaan, mevrouw. Oké, ik volg het. Zo, ik heb even een werkplaats gebouwd. Echt spannend! Ik ben heel benieuwd naar de dingen die je in deze werkplaats gaat maken. Laten we beginnen met iets simpels. Iedereen wil graag door een lekker luie stoel, toch? Ik ben niet ingevuld, man. Een hele lijst. Dus het beoordeel van. En de stoel gaat nu bouwen. Goed gedaan! Laten we het in je huis zetten. Gelijk. Oh, ik hoef niet te lopen, mooi. Ja, ik weet hoe het doet. Oh nee, ik heb nog 10 minuten. Geniaal, zo knap je je huis op. Als je een nieuw voorwerp in de werkplaats wilt maken, moet je het eerste model van hebben. Hier zijn alvast een paar modellen. Oh. Nou, zoals jullie hier zien, dit is een goed moment om je spel op te slaan. Druk op de spatiebalk om het pauzemenu te openen en selecteer spel opslaan. Dus dan is dit ook de. Dan is dit dus ook de aflevering. En, ja. Vond je de video leuk? Een duimpje omhoog. Vond je het niet leuk? Doe het dan nog steeds. Abonneer en dan zie ik jou de volgende keer. Doei!